Joop van het Hek haalt uit naar de Jederikebbingen. Punt. Afgelopen kwam Joop van het Hek flink onder vuur te liggen na een omstreden column in NRC Handelsblad. Hierin stelde de cabaretier dat de kunst- en cultuursector zichzelf veel te serieus neemt tijdens de coronacrisis. Op financiële of morele steun van Joop hoefden noodlijdende theaters dan ook niet te rekenen. De column schoot bij veel van zijn collega's in het verkeerde keelgat. Zo noemde Jederikebbingen hem een zelfgenoegzame kakker en cabaretier Micha Wertheim wees Joop er fijntjes op dat hij een enorm fortuin heeft vergaard in de theaters die nu dreigen om te vallen. Maar nu slaat de columnist terug uitroepteken. Lege zalen. In de nieuwste column van Joop van het Hek schrijft hij over Jederikebbingen. Hij komt uit een voormalig theatertrio en is een soort helderziende. Hij leest dingen die ik niet geschreven heb. En doordat zijn trio redelijk roemloos eindigde weet hij wat het is om voor lege zalen te spelen. Punt. Vliegende panters. Punt. Hoewel Joop het brein achter het kijkcijferkanon De Luizenmoeder en de culthit Promenade niet bij naam noemt, laat de titel van de column weinig aan de verbeelding over. De Liegende Panter is namelijk een niet al te subtiele verwijzing naar de Vliegende Panters, het theatertrio waar Ebbingen jarenlang deel van uitmaakte. In tegenstelling tot de vorige keer heeft Jederikebbingen nog niet gereageerd op de sneer van Het Hek.